Ik kan u alvast meedelen dat we gedurende de COVID-situatie onze leden, maar ook onze atleten hebben aangeschreven. En ze gevraagd zich zoveel mogelijk te houden aan de maatregelen die de overheid toen gesteld hadden. Maar de bodybuilderbond zit ook in een overgangssituatie, een overgangsperiode. De statuten schrijven voor dat een bestuurperiode 2 jaren duurt. Onze periode zit erop. We zouden in principe in mei de verkiezingen hebben, maar vanwege de COVID-situatie en ook de maatregelen die toen waren uitgevaardigd, hebben we dat on hold moeten zetten. Maar nu de situatie genormaliseerd is, gaan we dan over tot het houden van de verkiezingen. Maar gedurende de COVID-periode hebben we bijkans niet veel kunnen doen. Via onze Facebook-page hebben we de atleten en ook de mensen die ons page bezoeken een beetje op de hoogte gehouden van wat er allemaal speelt. Hoe organiseer je verkiezingen in een dergelijke periode? Met de COVID-situatie, het lukt niet. Daarom hebben we het ook niet kunnen doen. We hebben de leden aangeschreven, maar zoals ik eerder aangaf, de verkiezingen gaan we dan... We hebben een meeting gehad met de leden en dat is virtueel geweest, maar dat is de new normal. Je kan niet fysiek meer met elkaar bezig zijn. We hebben een virtueel meeting gehad met de leden en daarbij hebben we dan de datum die in mei was vastgesteld, hebben we verschoven naar eind juli. Dus de verkiezingen worden dan nu in eind juli gehouden. En daarbij zijn de leden in de gelegenheid gesteld om hun kandidatenlijsten in te dienen. Vermeldenswaard is dat dit bestuur wel weer zal meedingen aan de verkiezingen. Wel in een beetje gewijzigde vorm. Niet alle leden van het bestuur komen terug. We zullen nieuwe leden erbij hebben, maar al met al de verkiezingen worden gehouden. En ten aanzien van het organisatorische, we hebben de COVID-situatie, we kunnen weliswaar de virtuele meetings houden. Zal dat ook zo gesteld zijn met de verkiezingen en de verkiezingsdag zelf? De statuten, je moet nagaan, die statuten dateren van way back. Het voorziet niet erin om de verkiezingen virtueel te houden. Dat gaan we aangepast moeten doen. Het hangt er helemaal vanaf. Als er meerdere lijsten zijn, gaan we de verkiezing fysiek moeten houden. En daarbij gaan we de COVID-maatregelen in acht moeten nemen met 5 bij 5 bij 5. We gaan het zo moeten doen. Komt Sjerme Koning-Verander terug als voorzitter? Ja. We hebben een vruchtbare periode gehad. De 2 jaren waren heel vruchtbaar. We hebben de verkiezingen gehad. We hebben de wedstrijden gehad, de eerste wedstrijden. En dat was een succes. Tweede jaar hebben we ook de nationale kampioenschappen gehad. En daarbij hebben we 2 categorieën ingevoerd. En de atleten waren heel enthousiast erover. Regionaal hebben we ons ook heel goed op de kaart gebracht. We hebben ook onze atleet Soepé, is toen ook onze tweede prof geworden in onze periode. We hebben hele goede wedstrijden kunnen draaien, maar we hebben ook met de atleten ervaring internationaal, regionaal kunnen opdoen. Dus nog een bestuursperiode zit erop, ja. Heeft het bestuur contact met atleten, wedstrijdatleten? Hoe maken zij het in de afgelopen maanden? Want bodybuilding is een sport waarbij je enorm veel in je lichaam moet stoppen om in topshape te blijven. Maar je stopt alleen een heleboel in je lichaam als je motivatie hebt naar een bepaald punt toe. Ja, we hebben wel met de atleten kunnen praten. Die enthousiasme was erin om mee te doen met de wedstrijden voor dit jaar. Wat dit bestuur betreft, je moet nagaan, dit bestuur is nu demissionair, dus wij kunnen nu geen maatregelen, geen activiteiten ontplooien. Maar het besluit is wel dat als dit bestuur terugkomt, het gewoon niet te doen is om die wedstrijden te organiseren. En dat hebben we zo eigenlijk zijdelings de atleten wel doorgegeven. De atleten hadden zich echt voorbereid voor de wedstrijden, maar zoals u zelf zegt, een wedstrijdvoorbereiding vergt geld. Goede voorbereiding, goede voeding. En in een onzekere situatie gaan die atleten zich niet voorbereiden. Dus die wedstrijden voor dit jaar afgelast. En niet alleen in Suriname, regionaal ook. Ik heb met collega's gesproken. Voor dit jaar zijn er geen wedstrijden meer. Alleen in Barbados kijkt men nog hoe de situatie in Barbados zich ontwikkelt.
Nu is de situatie een beetje stabiel in Barbados. Dus men heeft gescheduled voor september. Maar het hangt helemaal van de COVID-situatie af. Het is uncertain. In een moment heb je het onder controle, een ander moment weer niet. Dus het is heel moeilijk om een wedstrijden te schedulen. Dus voor dit jaar, wat dit bestuur betreft, zullen er geen wedstrijden zijn. Zou het ongeacht men had besloten om wel wedstrijden te organiseren, niet toch een hels karwei worden om te komen aan financiën? Want we weten dat COVID, los van COVID, voor COVID hadden we al behoorlijk moeilijke tijden. Maar COVID heeft alleen maar een schepje bovenop gedaan. En zowel vanuit overheidswegen als particulier heeft men heel veel moeite om lopende zaken zeg maar, af te handelen. Ja, dus dat is ook een van de redenen waarom de wedstrijden geen voortgang zullen vinden. Want u weet, we zijn een non-profit organisation. We moeten het hebben van sponsoren. En het bedrijfsleven die leidt eronder. Vanuit de overheid hebben we, jammer genoeg, de afgelopen 2 jaar, of ja, het afgelopen jaar hebben we geen incentive gehad vanuit de overheid. We zitten met een nieuwe overheid, een nieuwe minister van sport. Ik hoop ook dat er vanuit het ministerie en vanuit de overheid veel meer zal komen, veel meer zal worden gedaan naar de sportwereld toe. Er wordt heel veel, zoals ik het ook al eerder zeg, onze atleten hebben het niet slecht gedaan. We hebben Suriname op de kaart gebracht, maar het was met hart en stoten. Heel veel moest je inleveren, het was bedelen toch, om aan de middelen te komen, maar al met al, we hebben het gedaan. Toch? En Suriname was blij. Maar zo ook vragen we dat, ook vanuit de overheid, meer ondersteuning en meer begrip. Sport bindt, toch? En sport helpt ook om je gemeenschap, je bevolking, weet je, te laten groeien. Dus daarom hopen we dat de overheid ook een beetje meer zal stoppen in de sportwereld en veel meer aandacht zal geven.